trainen lekker, dus ja, ik heb het goed naar mijn zin hier. Dus ja, morgen eerste wedstrijd, dus daar kijk ik naar uit. We willen aanvallende spelen, dus ik denk dat, dat het daar ook begint. En met druk zetten willen we het hoger doen. Dus ja, daarin merk je wel verschil en daar zijn we nu mee aan de slag. Ik denk dat voor velen dat het wel een bekend systeem is. Het is een beetje aanpassen, maar ik denk dat het voor de velen wel bekend is. Voor trainer Jozef dan een beetje hetzelfde hoe ze denken qua spel. Alleen deze trainer is al veel intensiever met druk zetten, wat we hebben begrepen gisteren in de meeting. Dus in principe denkwijze is hetzelfde. Als voetballer wil je altijd wedstrijden spelen, maar niet uit of het een wedstrijd is. We kunnen ons weer meten hoe we staan conditioneel, want dat is natuurlijk ook belangrijk. En dan kunnen we zien hoe iedereen ervoor staat. Kijk, ik zie er heel erg naar uit om weer minuten te maken. En hier in mooi Portugal, dat is alleen maar mooi. Hoe is het om met de groep samen te zijn hier 10 dagen lang? Ja, ik denk wel leuk. Je probeert een band op te bouwen. Je leert iedereen toch beter kennen zo. En ja, ik denk dat dat het voornaamste is van het trainingskamp. En ik denk dat het goed gaat. Ja, het is natuurlijk wel anders als je op de club bent. Als ik zeg, we trainen twee keer per dag. En daarna ga je naar je kamer, zit je met 4 jongens op de kamer. Dat is wel altijd lachen. Je moet dan natuurlijk ook wel je rust nemen. Maar ja, dat is wel goed voor het teambelang, denk ik, dat we zo veel met elkaar zijn.